Nicolai Tan dus aan de kant bij Twente in de punt. Havenaar bij ADO. Dat betekent dat ze allebei anders kunnen spelen dan midweeks het geval was. Ouvini is mee. En ook nummer 4, de Griek Katsikasman. Lijkt ons niet goed genoeg. Dit is wel een aardige rebound van Gutierrez. Meijers. Ik zie echt die de hand omhoog gooit. Duplan die door kan. Binnendoor bij Van der Heijden. En dan is het raak voor ADO Den Haag. Staat Ziyech nog te protesteren. Havenaar bewijst zijn waarde. Na 12 minuten spelen. De eerste, de beste mogelijkheid die hij krijgt. En dat is voor hem een pracht van een binnenkomer. En een domper voor Twente. Dat zo goed begonnen was aan deze wedstrijd. Christensen. Meijers. Meijers snel de voorzet gegeven. Ouvini. Een halve controle. Slordig. Daar kan ADO 2-0 maken. Bal belandt op het doel. Duplan daar weer bij betrokken. En ook Aalberg. Meijers. De bal werd nog aangeraakt. Marsman gehinderd. En dan wordt de bal in het doel gewerkt. En vindt Geuzebuur dat een goal. En is het 2-0. Schaken is het die het doet. En zo is het na bijna 27 minuten spelen. Op 2-0 voor ADO Den Haag. Meijers, die bal wordt nog even aangeraakt. Marsman zit er daar niet goed bij. En Schaken is het meest attent. Ja, Havenaar springt mee met Marsman. Tijd voor Twente om daadwerkelijk te gaan wisselen. Jelle van der Heijden gaat eruit. Twente moet een aanvallende plan in werking stellen. En daar moet Corona een grote rol in gaan spelen. Bokotje. Heerlijk spelen zo voor ADO Den Haag. Kan met alles en iedereen rondom de 16 terug. En dan wachten op de fout. En vervolgens snel uitkomen. Het gaat allemaal heerlijk met een 2-0 voorsprong. Corona tikt de bal over de zijlijn omdat Zuiverlo geblesseerd op de grond ligt. Een blessure die hij helemaal zelf veroorzaakt. Maar goed, dat hoeft het allemaal niet minder pijnlijk te maken. Ik kan me zo voorstellen dat dit bijzonder irritant is voor alle Twente supporters. Hoe ernstig geblesseerd ook een tikje sneller naar de kant had wel gekund. Het is ook het laatste voor vandaag van Zuiverlo. Geen risico's. Timothy de Rijk komt in zijn plaats. En Twente nu met de mogelijkheid. Hans op zijn post. Alessio da Cruz. In plaats van Ouvini. Veel risico's gaat Twente nemen. Ze moeten wel met een 2-0 achterstand. Alessio da Cruz op buitenspeler. Mokotjo. Goed. En daar is de kans voor Twente om terug te komen in de wedstrijd. Maar het gaat voorbij. Letterlijk Corona hard geschoten. Tapia, nu wel. Ter Averst. Corona, goed weggedraaid. Corona, Corona in de handen van Hans. Twente is op jacht. Wormgoor. Zoekt het over grote afstand naar Schaken. En die is attenter dan Schilder. Bakker. Bakker, Havenaar, maar net niet tot een schot gekomen. Was wel aan de goede kant van Tapia gekropen. Kan hij het spannend maken? Ziyech. Dat is een prachtige vrije trap. Twente terug in de wedstrijd. Hij kan het dus spannend maken. In de 59e minuut komt Twente op heel fraaie wijze terug in de wedstrijd. Via aanvoerder. Hakken zie je. En kijk eens hoe fraai. Daar is geen houden aan voor Hans. Duplan, keurig doorgelopen. Meijers, snel. Havenaar. En daarachter Schaken. En dan was dat via Marsman of gewoon meteen de lat. Dat laatste wordt besloten. Oh, wat een knal zeg van Schaken. Zuiverloon die geblesseerd was dus nu op de bank naast de reserve doelman Swinkels. Hoekschop. En het is 3-1. Wormgoor kopt de bal daar langs doelman Marsman.
daarmee is vooralsnog alle moeite van Twente weer teniet gedaan. Het is jong, het is nieuw, dat is allemaal waar. Maar het is ook voor eigen publiek en het is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. ADO Den Haag, de tegenstander met veel geslepen, sterke spelers. Zoals hier, waar het 1-4 wordt. Dit keer is het Dupont die het afmaakt. Schaken die voorgeeft. Het wordt ontluisterend voor FC Twente. ADO Den Haag slaat weer toe en doet dat heel fraai. Het jeugdige, wat naïeve Twente. Bij vlagen weggespeeld door het geroutineerde, slimme ADO Den Haag. Dat de overwinning ten volle verdient.